China Voetballab is jouw bedrijf. Ja. Wat gebeurt hier? Voetballab is eigenlijk een multidisciplinair bedrijf. We hebben te maken met reguliere behandelingen van patiënten, als ik het zo mag. Blessurebehandelingen. Alleen voetbal? Nee, ook regulier, ook algemeen. Maar hoofdzakelijk hebben we te maken met sporters en daarin hoofdzakelijk voetballers. Ik had altijd in mijn hoofd, ik moet iets creëren die out of the box kijkt en anders is dan anders wat regulier al jaren gebruikt wordt om een voetballer te testen en te trainen. Wat kun jij een voetballer beloven? Misschien zelfs wel garanderen? Nou, misschien zelfs de tweede inderdaad. Wat wij hier in staat zijn is echt de meest geavanceerde manier, to the point, kijken als jij als voetballer een actie niet kan volmaken, wat zit daarachter? En dat is iets wat nooit gebeurt. Wij hebben het hier voor elkaar gekregen om alles tegelijk kunnen meten en die correlaties zien. En op basis van die correlaties kunnen we echt vinger opleggen van dat is jouw zwakke punt, daar zou je aan moeten werken. Ja, dat lijkt me voor jou als ondernemer ontzettend moeilijk. Je hebt iets nieuws, iets unieks en dan moet je hopen op vertrouwen van mensen in een conservatieve wereld die zeggen nou, kom maar, ik sta ervoor open, ik wil in ieder geval je verhaal horen. Dat klopt, maar uiteindelijk dat is ondernemen, hè? Ja. Gewoon continu voeden en continu naar buiten brengen en uiteindelijk geloof komt er vanzelf wel richting jou als je het goed hebt, ja. Hè? Als je het goed hebt. Ja, als ik anderen zou vragen om te zeggen wie Jaap Rumping is, wat zou je dan horen? Jaap Rumping, moeilijke vraag. Inmiddels de vierde op rij, uit de rij van vijf. Onze overgrootvader Jaap Rumping is begonnen met het bedrijf in 1928. Daarna doorgegeven aan zijn zoons, waaronder mijn opa, Jaap Rumping. Doorgegeven aan de volgende generatie met mijn vader Jaap Rumping. Inmiddels mijn broer en ik samen. Heet je broer ook Jaap? Nee, die heet Niels, want dus we konden wel een beetje creatief zijn. Ik denk Jaap Rumping is een ambitieuze, gedreven, jonge ondernemer in Beverwijk. Geworteld ook in Beverwijk met het bedrijf. Waarbij we zeg maar met zo'n 70 vrachtwagens en een ploeg van 85 mensen elke dag alle wielen proberen te draaien en de producten netjes bij de klant proberen af te leveren. En met veel groeiambities samen met mijn broer. Wat zijn jouw dromen als ondernemer? Als ondernemer zijn de dromen om een mooi, gezond, groot bedrijf neer te zetten wat plek biedt aan een hoop mensen die met vreugde en plezier naar hun werk komen. Met mooie tevreden klanten en zoveel mogelijk visitekaartjes langs de weg zien rijden met een chauffeur erachter met een glimlach op zijn gezicht. Michiel, we staan hier bij Optima Cycles. Jullie maken fietsen? Klopt. Wat voor fietsen maken jullie? Nou, wij maken hele stoere e-bikes in het hoge en middensegment van de markt. Er zijn meer fietsfabrikanten. Waarin onderscheidt Optima zich van anderen? Nou, wij hebben een visie om de beste kwaliteit fietsen op de markt te zetten die mogelijk is. Dat doen we al 25 jaar en eigenlijk in alles wat we doen proberen we daarnaar te zoeken. We beheersen de hele keten, dus we kunnen het ook waarmaken omdat we van de productie van het frame tot de assemblage in Nederland en de verkoop aan ons dealernetwerk eigenlijk elk stapje zelf beheersen. Kunnen we die kwaliteit eigenlijk in alle aspecten van wat we doen ook borgen. Ik proef bij jullie echt passie voor het product, ja, niet alleen bij zeker. Jou, maar bij al je medewerkers. Ja, ja. Wat heb jij zelf met fietsen? Vanaf kleins af aan zitten wij denk ik als Nederlanders op de fiets. Ja. Dan worden we de hand meegenomen en is fiets natuurlijk verweven in onze cultuur. Mm-hmm. Ik denk dat de fiets heeft iets trots in zich, denk ik. We zijn afgelopen week voor de derde keer gekozen als beste fietsenleverancier van Nederland binnen de groep ondernemers waar we de fiets verkopen. Gefeliciteerd. Enorm trots op. Dus het ultieme bewijs dat alle input die we geven erop ook gewaardeerd wordt. Jullie doen het erg goed, jullie groeien, jullie zijn een gezond bedrijf. Ja, is er nog iets waar je van droomt?
Ja, waar dromen van? Jeetje. Onze grootste droom als fabrikant is natuurlijk dat als je op elke hoek van de straat ons product tegenkomt met consumenten die blij zijn. Ik denk dat is de essentie van wat we hier doen.